De vraag naar voedselproducten stijgt. Een groot deel van deze producten komt uit ontwikkelingslanden. En Roel Messie vertelt ons welke mogelijkheden er zijn om deze boeren financieel te ondersteunen. Het Farmfit Fonds dat investeert in kleine boeren in ontwikkelingslanden. En dat doen we niet direct, dat doen we via banken of via grote bedrijven. En dat is belangrijk omdat boeren, die veel van ons voedsel produceren, leven vaak in armoede. En voor een belangrijk deel komt dat doordat ze geen toegang hebben tot financiering. En daardoor zijn ze niet in staat om in hun bedrijf te investeren en blijft hun productiviteit laag en blijft hun inkomen laag. Dat is de ene kant van het probleem, dat is aan de kant van de boer. Het grotere probleem is, en dan heb je het op een wereldwijd niveau, er zijn 270 miljoen boeren in ontwikkelingslanden die voor een heel groot deel ons voedsel produceren. En dan heb je het over groente en fruit, je hebt het over koffie, cacao, rijst. En we weten allemaal dat daar veel meer van nodig is. Dus op het moment dat je die boeren in staat stelt om hun productiviteit te vergroten, dan doen we ook een bijdrage aan de wereldvoedselvoorziening. Dat is natuurlijk een gigantische markt. Alleen banken zijn nu gewoon te, angstig om daarin te stappen. En op het moment dat je een aantal businessmodellen hebt waarvan bewezen is dat ze werken, dan is die drempel verlaagd en dan gaat het systeem zichzelf in stand houden. Onze visie is dat het verlenen van financiering aan boeren, maar eigenlijk breder, het verlenen van diensten aan boeren, dat ook gewoon commercieel aantrekkelijk kan zijn. Voor mij houdt een nieuwe economie in dat banken en investeerders investeren in boeren en dat die boeren toegang hebben tot financiering, maar ook technologie en andere services. En dat daardoor de productie vanuit die boeren wordt vergroot. En een bijdrage wordt gedaan aan de wereldvoedselvoorziening.